moeten niet zo'n grote toon aanslaan als een land van de toeslagenaffaire. Ja, voorzitter, ik wil toch als enige andersdenkende hier in deze zaal toch nog een vraag stellen. Want ik ken Polen. Ik heb daar gewoond. Het Poolse volkslied begint met Jeszcze Polska nie zginęła. Dat betekent nog is Polen niet verloren. Als u zo begint tegen Polen, zullen de Polen een hak in het zand zetten. Zullen ze dwars gaan liggen, waar ze kunnen. Ik ken ze. Ik weet hoe het werkt en ken ook hun politici. Dus als u dat proces wilt voorkomen, dan moet u niet zo'n grote toon aanslaan als een land van de toeslagenaffaire. Want men kan u ook wat verwijten. En daarom zeg ik, wees voorzichtig. En het is ook niet alleen Polen. Er is een groot solidariteitsgevoel van veel landen in Centraal-Europa. En die gaan dezelfde kaart trekken. En als u dan denkt dat er bij de conferentie over de toekomst van Europa een prachtig resultaat op tafel ligt, dan zullen die landen zeggen nee.